Begraafde liefde, hoofdstuk 10. Jasper wordt wakker met alleen maar pijn. Pijn, pijn, pijn. Heel zijn gezicht doet zeer, zijn lichaam doet zeer. Overal voelt hij steek. En toch gaat hij naar school, want hij wil vooral niet bij zijn vader blijven. En reken er maar op dat hij niet gaat werken vandaag. En op school laat iedereen hem meer rust. Ze zien allemaal van oké, daar moeten we vooral niet geen contact mee zoeken. En als hij van school naar huis loopt, ziet hij plots Marjolein en het groepje van het Marginal Front aan de overkant van de straat. Zij bukt zich en probeert niet te kijken en zo snel mogelijk door te lopen, maar ze zien hem toch. En Marjolein roept, hey Jasper! En schoorvoetend gaat hij naar het groepje en hij wordt meteen redelijk vijandig verwelkomd. Al de jongens die kijken van, hey, bol, het is zo snel mogelijk af hier. Maar Marjolein is vrolijk en Marjolein stelt hem voor en ze vraagt bovendien, zeg, hou je van dansen? Ik heb morgen een voorstelling met mijn dansgroep. En al die jongens kijken echt van, waag het niet om te komen. En Jasper glimlacht en zegt, het is goed, ik zal er zijn.